herdenking 146 jaar Hindoestaanse immigratie. Basiszorgverzekering moet toegankelijk zijn voor iedere burger. NVS geeft negatief reisadvies voor Guyana. Goedenavond, Eid Mubarak en welkom bij het STVS Journaal op woensdag 5 juni 2019. Wij zijn trots op datgene wat onze voorouders hebben gedaan voor dit land en de natie Suriname. Dit zijn vice-president Ashwin Adin vandaag bij de 146e herdenking van de Hindoestaanse immigratie. Na 146 jaar zijn de nazaten van de Hindoestaanse immigratie in alle beroepen vertegenwoordigd. Vooral in de landbouw en het ondernemerschap hebben zij hun sporen verdiend. De Hindoestaanse cultuur heeft van oudsher een hele sterke toewijding naar het culturele. Dat ziet u natuurlijk. Maar ook een zekere welvaart. Men denkt altijd veel generaties verder. Het is typisch dat u ziet in de Hindoestaanse cultuur dat men altijd 3, 4 generaties verder denkt van wat gaat voor hun achtergelaten worden. Men denkt van wees voor onze tijd is al bijna voorbij. Dat zo denkt men altijd. Hè? Men denkt veel ver vooruit. En dat is iets dat heel uniek is aan de ene kant. Aan de andere kant is er een diepgaande toewijding aan het culturele. Dat is er altijd al. Gaat het om het religieus aspect, maar ook om de uitingsvormen, wat wij noemen toch. De omgangsvormen en zo. Dat is iets dat we inderdaad kunnen leren uit de Hindoestaanse cultuur. Zo heeft elke cultuur natuurlijk zijn unieke boodschappen. En de culturele unie van oudsher weten we, probeert al deze boodschappen uit te dragen naar elkaar toe, zodat we van elkaar kunnen leren. En door elkaar te leren en te begrijpen, elkaar te respecteren. Respect voor ouderen behoort ook tot een van de eigenschappen van deze groep Surinamers. Daarom zijn er malas gelegd bij de monumenten van Baba Enmai en Mama Saranang. Tijdens de herdenking vandaag was het opmerkelijk dat ook de Ramadan werd afgesloten. In ons land zijn vele van de Hindoestaanse broeders beleiders van het moslimgeloof. Het is heel toevallig dat het vandaag eigenlijk op 5 juni ook Eid al-Fitr is. Aan alle moslimbroeders en zusters zou ik zeggen Eid Mubarak. En het is ook vandaag 146 jaar Hindoestaanse immigratie. Op vrijdag natuurlijk, daarom hebben we even snel gepland om toch hier de dag te herdenken. Want het is belangrijk dat wij de Hindoestaanse immigratie eigenlijk niet moeten vergeten. Want daarmee herdenken we elke keer naar onze voorouders die al die offers hebben gedaan vandaag. Dat wij als Hindoestanen hier in Suriname toch een beter bestaan hebben en streven zeker naar vooruitgang. De inspanning van de Hindoestaanse gemeenschap in ons land is volgens de ambassadeur van India te waarderen. Hij is ook trots op de overheid van India, die toen de toestemming verleende aan een deel van het volk om een vreemd land te helpen opbouwen. This is a very significant day that 146 years ago Indians arrived in Suriname. It's a significant occasion and a matter of great pride for me to be here to pay tribute to the sagacity, fortitude and courage of valiant Indian diaspora who epitomizes the trials and tribulations and achievements of their forefathers. We are indeed proud of the Hindustani community and for their contribution in the growth and development of Suriname. Vandaag hebben de leden van de Surinaamse Muslim Associatie de vaste maand Ramadan officieel afgesloten. Met de afsluiting van het vaste is het Eid al-Fitr ingeluid met het Eid-gebed. Ramadan is een belangrijke periode voor de moslims omdat zij zich moeten onthouden van veel begeerten. Tijdens een dankdienst vandaag bemoedigde Maulana Samsuddin Wuzirali de broeders en zusters om de standvastigheid van de Ramadan voort te zetten. Broeders en zusters, een moe voor Ramadan,
ben de een gast voor Allah subhanahu wa ta'ala. En een gast dus kon de agi unu training van heer Munglanga unu alamala ben gedrag unu strefi extra voorzichtig tijdens Amun voor Ramadan. Tijdens Amun voor Ramadan unu ben met extra moeite voor lees het Koran el Karim en probeer je voor begrijp het Koran el Karim. Nu liep het training dat ik dan lees het Koran el Karim en dan probeer je voor begrijp zijn Allah subhanahu wa ta'ala legt hij in het Koran el Karim. Heel vroeg verzamelden de gelovigen zich in de moskee, mannen, vrouwen en kinderen. Gisteren had al een ander deel van de moslimgemeenschap in Suriname de Ramadan afgesloten. Volgens Michel Soubaan, voorzitter van de SMA, moeten moslims na deze maand in staat zijn om verder in eenheid te leven. En ik hoop dat Allah tabarak wa ta'ala ons zegent en onze bijeenkomst accepteert. En dat wij, inshallah, zo Allah tabarak wa ta'ala het wil, dat wij een eenheid worden qua volk als burger van dit land en qua moslim als dienaar van de ene en dezelfde God en als gemeente als volgelingen van de geliefde profeet van Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Ja, Rasulullah. Na de bemoedigende woorden van de Maulama en de voorzitter van de SMA begon het Eid-gebed om Allah te bedanken voor de kracht die hij de broeders en de zusters heeft gegeven tijdens het vasten en verder om zijn vrede en zegeningen te geven. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voor vele moslims was het de moeite waard om te vasten, omdat ze geestelijk meer kracht hebben ontvangen om de komende tijden van het jaar verder te kunnen leven als waardige gelovigen. Je vast dan met je mond, je vast dan met je ogen, alle leden met je hele lichaam. Is het een makkelijke taak? Is sowieso geen makkelijke taak. Als we zien van de menselijke lusten. Dat je gewoon geneigd iets wil zeggen, dat je iets wil zien. En dat je dat dan, dat de Ramadan je dat moet tegenhouden. En dat ook moet leren dat je na Ramadan ook dat niet moet doen. Dus dat is dan zeker een iets emotioneel en spirituele geruststelling. We gaan Ramadan missen. Het is een gezegend maand. Heel erg gezegend. En je vindt jullie een balanceerd boom, omdat je eerlijk in alles wat je doet. Je naad niet noemen, man. Je ziet met tevreden zijn wat je hebt. En dankbaar zijn voor wat je hebt. En big God voor je in het juiste paard. Kans niet te dwalen among de ongelooflijke mensen. Die mensen niet believen in een boek zien en dat ding. Je big God voor kracht voor de tijd in een party voor God. En hij liep gewoon mooi. Ik kan nou niet meer vasten dat ik maar problemen heb. Maar wat heeft u geleerd tijdens Ramadan? Ik ging bidden. Dat is belangrijk om te bidden. Maar het is natuurlijk een maand, een speciale maand. En ik denk dat het is een hele belangrijke maand om terug naar de basis te gaan. Van waarom we leven met elkaar en hoe we goed met elkaar moeten leven. Het beleid van het ministerie van Sociale Zaken is erop gericht om de basiszorgverzekering toegankelijk te maken voor iedere burger. Dat zei minister André Misikaba tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Volgens Misikaba staat het ministerie nog steeds garant voor de basiszorgverzekering voor de burgers die om welke reden dan ook de premies zelfs niet kunnen betalen. Enkele maanden terug heeft president Bouterse de knoop doorgehakt en aangegeven dat we de zieke mens moeten voorzien van een verzekeringskaart en geen drempels moesten opwerpen. Bij mijn aantreden als minister was dit de stand, voorzitter. En dit beleid zal worden voortgezet.
iedereen die aanvraag doet, krijgt een medische kaart. En ik praat nu over de groep 17 tot 59 jaar, de zogeheten BZV'ers, voorzitter. Minister André Misikawa maakte tijdens de begrotingsbehandeling er melding van dat de wet op de basiszorgverzekering binnenkort zal worden herzien. Over de medische ondersteuning vanuit sociale zaken zullen er ook wettelijke bepalingen worden opgenomen. De wet die in de maak is, en zoals ik dat van u begrepen heb, voorzitter, dat het niet lang meer zal duren voordat de zaak uw college zal bereiken. Ik vraag uw college om met me mee te gaan in de kwestie van de verklaring die ik wel ga vragen aan elke houder van een verzekeringspasje wanneer die terugkomt om te verlengen dat die een verklaring tekent. En dan if achteraf blijkt dat je gebruikt een pasje terwijl je niet bent gebruiking, dan zullen we wel inderdaad diensten op je afsturen. En ik hoop dat de wet zo sterk is, voorzitter, dat we waar nodig beslag kunnen leggen op goederen van mensen die de zaak bedonderen en toch niet willen betalen, voorzitter. Want het is belangrijk dat we, want u kent dat ding toch, en in uw parlement is dat ter sprake gekomen, mensen die grote prado's rijden en toch een verzekeringspad, die mensen bedonderen de zaak. In DNA heeft minister Rabin Parmisser aangegeven dat er door het ministerie van LVV deskundigheid is aangetrokken voor het calculeren van een goede paddyprijs. Volgens minister Parmisser verdienen de paddyboeren een goede waardering voor hun harde inzet. De rijstproductie is in de afgelopen jaren toegenomen en bereiden de boeren zich nu voor op de komende najaarsoogst. Ten aanzien van de prijzen hebben we een beroep gedaan op ingenieur Salmeen om wat dat betreft nu alvast met de actoren na te gaan op een gezonde manier welke methodiek te hanteren, kijkt u wel, nu al na te gaan, zodat we niet wanneer de oogst is dat bekendmaken. Ja, dat we goed op tijd, het gaat om de methodieken die we gaan afspreken en de uitkomst zal dan ja, bekeken worden met elkaar. Kijk, vergunt u mij, voorzitter, om enigszins uit te wijden daarover. Welke prijs we dan ook zullen geven voor een goede boer, dat is mijn persoonlijke insteek, gaat die prijs nooit goed genoeg zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het DNA-lid Wende Assadang om aandacht gevraagd voor de agrarische ontwikkeling in het district Brokopondo. Volgens Assadang zou het district met de nodige investeringen ook van grote waarde kunnen zijn voor de agrarische sector. Nu zien we dat mensen van Assigrong landbouwproducten leveren voor I Am Gold. Baboenhol, Ballingsula doet men ook aan landbouw. En laatst nog de mensen van Kapasikele lees wie Uma Fusaranang. Dus via u, voorzitter, wil ik de minister op het hart drukken om te kijken naar dit district. Omdat we niet al iedereen bij de overheid in dienst kunnen nemen. Maar als er bedrijven opgericht kan worden of de mensen gestimuleerd kan worden om de landbouwproductie, lees veeteelt. En alle andere zaken die te maken heeft met landbouw, die in het district eigenlijk van de grond te laten komen. Het district heeft de potentie getoond en ik denk dat het heel belangrijk is dat, het ministerie van LVV dat ook meeneemt in het beleid. Er was een project, ik weet niet of hoe ver dat nog van de grond zal komen, maar gaande via u de aandacht van de minister bij deze. Ik dank u. Als antwoord hierop gaf minister Parmisser aan dat er een aantal ontwikkelingsprojecten klaar liggen om uitgevoerd te worden. Wat Brokopondo betreft, we gaan niet wachten op de grote projecten. Maar het is altijd zo, begin met kleine simpele dingen. En in dat verband hebben we in de begroting, zult u zien, wat extra, wat ruimte gevraagd voor kleine projecten waarbij de mensen zichtbaar, tastbaar resultaten zullen zien met trainingsaspecten, organisatieaspecten en noem maar op. En een van de projecten wat heel nuttig en uitstekend daartoe leent, is het zogenaamde hydroponic project. En Surinamers zelf
prachtige projecten hebben ze al opgezet. Bijvoorbeeld recent in Apura met leerlingen. Kijkt u maar. En op een verantwoorde voedselveiligheid en al die aspecten komen met dit soort aspecten ook tot uiting. En ik mag u zeggen, Borgopondo, daar zijn een aantal van deze substations projecten al voor gepland. Dat kan binnen een korte tijd dit jaar nog van de grond komen. Beat Air Pollution. Dit is dit jaar het thema voor Wereldmilieudag die vandaag 5 juni wordt herdacht. Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan de Volksrepubliek China, omdat dit land in de top 3 zit van landen die te kampen hebben met ernstige luchtvervuiling, zegt WWF-vertegenwoordiger in Suriname, Gerald Pinas. In Suriname, en ons programma gaat ook naar Guyana, hebben we niet een specifieke tak die handelt over luchtvervuiling, zoals dat in andere landen wel is. Bijvoorbeeld in China, waar dit jaar echt groots uitgepakt wordt met dit thema, omdat de grote steden in China echt wel vervuild zijn. De lucht daar is niet zo gezond als die van ons. En daar moeten wij in Suriname en in Guyana bijzonder dankbaar voor zijn. Wat wij doen als WWF in Suriname is dat we de boodschap willen brengen dat met onze bossen en onze oceanen wij een verantwoordelijkheid hebben om die lucht van ons goed en zuiver te houden. Zoveel als mogelijk. Ja, er is industrie. Ja, er is transport op het land, op het water. Maar hoe kunnen wij bijdragen met z'n allen als burgers om te zeggen die vervuiling ga ik verminderen? Een praktisch voorbeeld. Als je echt op 3 minuten afstand van de winkel woont, zou je niet je auto in de garage willen laten staan. 2 voordelen. 1, kost minder benzine, dus je spaart uit. En 2 is, het milieu heeft er voordeel aan. In ons land wordt er door de WWF Suriname alles aan gedaan om te voorkomen dat onze lucht ook vervuild raakt. Desondanks zijn er burgers in de samenleving die weigeren zich te houden aan de regels en toch ervoor kiezen om met name hun huisvuil te verbranden. Optreden van de politie als die door de brandweer ook wordt genegeerd. WWF blijft er alles aan doen om de Surinaamse burger bewust te maken dat luchtvervuiling verminderd kan worden, geeft Gerald Pinas aan. En wij als WWF zijn juist wel bezig met een movement om te zeggen dat de plastics die je 1 keer gebruikt, de single-use plastics, om die juist uit te bannen in onze samenleving. We zijn ook met een stuurgroep bezig die dicht bij het ministerie werkt van Handel en Industrie. En die zegt van, wat kunnen we als vervanging bieden? En er zijn alternatieven. Natuurlijk moeten wij de stem blijven die zegt, let erop en verminder. En dat is onze grootste rol. We hebben geen mandaat om op te treden, om mensen te bekeuren, om mensen achter de tralies te zetten. Maar we hebben wel een stem. En die stem is sterk en die stem is wereldwijd. En in Suriname roep ik Surinamers op, no broma doti. Het heeft geen enkel voordeel voor jou, want die rook die jij misschien niet in je woonkamer kreeg, komt wel aan de overkant in het huis van je buren. Dus ja, er is regelgeving. U kunt als burger ook hierin een sterke stem hebben. Tika Jinjing, bel en laat het weten. Het is vandaag ook de internationale dag voor de strijd tegen alle vormen van illegale visserij. Deze dag is door de VN uitgeroepen in het jaar 2015. Het doel van deze dag is om stil te staan bij de impact welke illegale visserij heeft op de wereldwijde export. Daarnaast kan er ook geen inschatting worden gemaakt hoeveel overbevissing er bij deze illegale activiteiten plaatsvindt. Mark Lau, secretaris van het Visser-collectief, gaat hierop verder in. Zeker weten. Misschien op nationaal vlak niet zozeer, maar zeker wanneer het gaat om de exporten. Want dan wordt wel geëist dat je herkomst van dat product moet kunnen aangeven. Waar heb je dat vis gevangen? Sowieso ga je niet in een ander mans water, bijvoorbeeld ons buurland Guyana vis vangen of ons buurland Frans Guyana vis vangen. Dat mag niet. En dat was zeker wel afgestraft. Dus het heeft ook meer te maken met het managen van jouw vispopulatie binnen jouw viswateren.
Dat op den duur heb je dan data, heel wat data verzameld en dan weet je ongeveer van hoe staat het met de vispopulatie. Maar als je bijvoorbeeld elders vist, dan niet in Suriname en vis aanlanden, geeft dat een vertekend beeld soms. Suriname heeft een hele hoge standaard en dat is van de Europese Unie die we hanteren als het gaat om visexporten. En feitelijk zijn we als enige land binnen de CARICOM nog gecertificeerd om naar de EU te exporteren. En dat is echt wel een trots voor ons als visserijsector en dat willen we ook niet verliezen. Maar als bijvoorbeeld we niet voldoen aan de standaarden om AU visserij te controleren of tot een halt te roepen of te verminderen, daar kunnen we wel gestraft worden. En dan kan onze exportmogelijkheid naar de Europese Unie misschien gestopt worden en dan ook nog op een zwarte lijst geplaatst worden. Tot zover het Nationaal Nieuws. Goedenavond.